Ja, tuurlijk. Dat vond ik jou ook met Mark Rutschie, dat was echt fantastisch. Samen stappen ernaar. Ja, hij was ook echt, iedereen om 8 uur ochtends is chagrijnig als hij hier binnenkomt. Maar Mark, zo'n smile op zijn gezicht. Mark, geniaal. Arnold Zimmerman, Schmid, vast, die kennen jullie allemaal. Dat, die is de hoofd van het... Hey. Hij is geen volle papzak, jij moet voor de juiste kleding zorgen. Nee, jij moet voor de juiste kleding zorgen. Dit is simpel, hoe je het doet, als je maar regelt. Dit heb ik niet gedaan, dit heb ik niet gedaan. Waarom krijg ik overal de schuld van? Evie, hij moet een nieuwe blouse hebben en nu. Evie? Je hebt al vaak even dit soort dingen gedaan. Dit is mij beloofd, dit kan dus jij dit aan kan. Ja. Dit is mijn eerste klus alleen. Het moet gewoon goed gaan. Perfect. Benny, je hebt de gelegenheid om iets te leren vandaag. Stop. Om iets te leren. En dat moet je aannemen, accepteren. Hè? Jij wil mij leren spelen. Nou, ik heb er niet als zussen, want samen met een weg zijn met jullie spelen. Daar ligt de fout, niet bij mij. Dan val ik te werk met die gozer. We hadden het net al weer dat ik veel talent heb. Doe me tekort. Want jij wil niet met hem en jij draait om weg te lopen. Nee, ik doe dat met hem. Hij hoeft mij geen tips te geven. Hij... Kom eens anders, alles bij weg. Dat is weer een feitje. Is dat normaal? Dat botst toch iemand niet? Goedemorgen allemaal. Welkom dat jullie er allemaal zijn. Vandaag de eerste draaidag van... Barcode. Zo blij dat je bent. Hey, mag ik je even voorstellen? Oh. Dit is de cast en crew van Barcode. Ja. Hey guys. Ik kom met een andere acteur aan en dan een hele mooie, goede acteur. En dan is iedereen meteen boos op mij. Ik heb in Mark staan, hè? In alle schema's, in alle scènes staat Mark. Nee, dan vervang je dat door Olaf. Dat is toch niet zo moeilijk. Jij bent blij, hè? Jij bent nog blij. Voor mij is het de eerste keer. Eerste keer regisseren. Ja, ja, heel spannend, ja. Dirk? Hey, Therese. Hey. Kom, Kees. Hey, je zei dat als ik met je naar bed zou gaan, dat je me dan weer met mijn rol zou geven. Wat?